Hallo, mag ik jullie wat vragen? Ja. Heb je iets oranjes onder je jas? Ja. Mag ik het zien? Ja hoor. En wat heb je voor een ballon? Een oranje ballon. Maar wat ga je daarmee doen? Die moeten we straks de lucht in laten. En er zit ook een kaartje aan, zie ik. Wat moet je daarop invullen? Je naam, achternaam en hoe oud je bent. Ik sta hier bij Erik Jan ter Beek, penningmeester van de Oranje Vereniging. Je neemt het even waar voor de voorzitter. Hebben jullie veel voorbereiding gehad? Ja, we zijn al een mooie tijd bezig. En vooral met de boegspriet en die bespullen. En de vergaderen beginnen we meestal in november aan mee. En dan is het een beetje er naartoe bouwen. Maar het moet wel elk jaar makkelijker worden misschien? Ja, maar we zien elke keer weer wat nieuws. Dus dat is altijd weer een uitdaging. Wat staat er vandaag allemaal op het programma? We gaan zo beginnen met oudbaden. Daarna gaan de kinderen die gaan een fietstocht houden. Die gaan hier en daar spelletjes doen op in dijk. Die zijn gisteravond hier aan geweest. Hebben ze de fietsen wezen versieren en gegeten. Daarna gaan we de waterstof, er komt de brandweer om 12 uur. Die komt een demonstratie geven. Dan nog, hebben we nog de boelspriet liggen. Die komt over de Eemeen te liggen. Kijken of er nog een beetje deelnemers van zijn. Dat weer het een beetje toelaat. Dan 's middags hebben we nog het ouderwetse trekzagen. Een boomstammen door midden zagen. Dan gaan we naar midden. Vrachtwagen trekken staat er nog op het programma. Dus... Hebben jullie het programma aangepast nu het weer niet zo mooi is? Nee. Het is gewoon, we zien het wel hoe het loopt. En jullie verwachten ook wel een beetje hetzelfde aantal mensen, zo te zien wel? Ja, nu sowieso en ik denk dat het goed komt vandaag. Stop. Gaan jullie na afloop ook nog evalueren? Ja, doen we ook nog. We hebben over 11 mei het paling roken nog. Dus en daarna gaan we de boel evalueren. En hoeveel jaar bestaat het? Want jullie hadden laatst een jubileum, maar de hoeveelste keer is dit nu? Twee jaar terug was het volgens mij, toen bestonden we 70 jaar. Dus dat zal nu 72 wezen, als ik het goed zeg. Wat vind je het allerleukste aan jouw taak? Aan mijn taak? Ja, we doen allemaal taken. We doen van alles en we doen het bij elkaar. Dus ja, echt een heel... het valt op zich. We doen het met elkaar allemaal. En iedereen doet wat hij moet doen. Uit hoeveel mensen bestaat het bestuur? We zijn met 9 personen. Wie ook even doen? Goedemorgen, Melis. Ja, we hadden nog een tent staan hier. Oh, dan kun je niet zitten met de Maar het is opgelost. Het is opgelost. Hij heeft best mooi weer, dus valt best mee. Goedemorgen, burgemeester, de wethouders, gemeentebestuurder. Goedemorgen allemaal.
En in het bijzonder ook een goedemorgen aan ons quizteam. Wat hier ook aanwezig is. Wat eigenlijk op de fiets moest komen, maar aangezien deze weersomstandigheden gaan we gewoon lekker met de taxi. Tientje. Dit omdat onze koninklijke familie hier bij ons in de regio is. Zoals dat jullie allemaal al hebben gehoord en gezien. En waar wij zo dadelijk met ons quizteam ook naartoe zullen gaan. Vorig jaar hadden we natuurlijk ook nog een ballonwedstrijd gedaan. En bij de ballonwedstrijd horen ook winnaars. Deze winnaars kunnen straks bij het Amaliahuis hun prijs op komen halen. De derde plaats was voor Katie Koops. De tweede plaats voor Justin Holwerf. En de eerste plaats voor Maartje de Graaf. Doen jullie allemaal straks zo dadelijk weer goed je best. Dan zijn er voor volgend jaar weer mooie prijzen te winnen. We zijn in de afgelopen dagen natuurlijk enorm bezig met Koningsdag. De Oranje Verenigingen die van alles doen om het weer klaar te maken vandaag. Maar ook de voorbereidingen voor het ontvangst van de koninklijke familie in Amersfoort straks. Heel druk en allemaal kijken naar Buienradar. Weer online. En blijf kijken. Hoe zal het zijn op Koningsdagsmorgens? Nou, het mooie is, ik kan zeggen, het maakt niet uit wat voor weer het is. We beginnen gewoon vrolijk op één dijk. Want hier zijn mensen allemaal weer klaar. Geweldig dat u met zo'n grote getalen hier staat. Om een mooie aftrap te geven voor Koningsdag 2019. Wat zijn we blij met ons koninklijk huis, onze koninklijke familie. Het is een symbool van de eenheid van Nederland. Nederland en Oranje horen bij elkaar als nooit tevoren. En daar zijn we heel erg blij mee. En dat hebben we ook onze koning laten weten. We hebben namelijk weer, zoals we altijd doen, een felicitatie gestuurd naar het paleis van de koning. En de kinderen even. Ja jongens, meiden, weten jullie waar het paleis van de koning staat? Ja, zeg maar waar? In Amersfoort. Ja. Dat mocht Amersfoort willen. Bijna goed. Vandaag komt hij in Amersfoort. Maar waar is het paleis? Waar de koning en de koningin wonen? Niemand? Nou, een heel eind weg. In Den Haag is dat. In Den Haag. En daarom, als wij straks zingen, dan hoop je altijd of de koning ons hoort. Nou, dat is Den Haag heel ver. Maar nu is hij natuurlijk onderweg naar Amersfoort. En dan rijdt hij straks over de snelweg, hier vlakbij. Ja, volgens mij gaat hij dan. Het eerste geluid wat hij hoort, is de kinderen van Eendijk die zingen. Net zoals anderhalf jaar geleden jullie hier zo mooi stonden te zingen. Toen de koning en de koningin in Eendijk op bezoek waren. Nou, we hebben een felicitatie gestuurd. Ter gelegenheid van Koningsdag geeft het gemeentebestuur van Bunschoten blijk van haar trouw aan u en uw huis. Aan onze koning geschreven. Onze hartelijke felicitaties met uw 52e verjaardag. Dat heel Nederland in het oranje zonnetje mag staan, ook al is het een beetje bewolkt. Ons team staat klaar. Mooie mensen die uit onze gemeente ons gaan vertegenwoordigen. Teamcaptain Alex is er niet bij, want die is al vroeg naar Amersfoort gegaan. Maar we hebben hier wel de vader van Alex erbij. Ja, daar staat hij, de voorzitter van de Oranje Vereniging Eendijk. En net papa geworden, weer papa geworden. En van een mooie jongen en ze dachten, die noemen we gewoon Alex. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De jongste dieke, om het zo te zeggen. Het team staat er klaar voor. Willem en Wimpy in Kledendracht. De anderen in mooie kledij, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. We laten ze schitteren. Mensen, een applaus voor ons team. Ons team van de gemeente Bunschoten. Wij hopen dat ze de regioquiz gaan winnen.
goed. Goedemorgen allemaal. We zijn al een tijdje te zien, hè? Hier het bijna lege plein. Maar Excelsior is al aan het opbouwen en we horen alweer een korps aankomen. En zolang ik hier ben, dat is al 3 kwartier, lopen de mensen van het geluid hier alles te doen om het fantastisch te laten klinken. Nou ja, en het regent een beetje, maar daar hebben we het niet over, hè? Ik ben wel bang dat ze op een dijk tijdens de opbouw een hele plons hebben gekregen. Maar goed, ja, daar kunnen we als Nederlanders gewoon wel tegen. Straks komen hier de fietsers van het regio-team aan. En ze zullen hier hun fietsen, denk ik, parkeren, want ze willen zo weer door. Want ze moeten meteen weer naar Amersfoort. Hopelijk droog. En daar gaan ze ons dorp vertegenwoordigen. En dat niet alleen. Ze willen winnen. Dat hebben we al gehoord van ze. He, dat hele team. Ik zal straks even de namen opnoemen. Maar blijft u kijken, want de sfeer wordt hier natuurlijk steeds beter. Het lijkt ook alsof het wolkendek een beetje breekt. Maar misschien is de wens de vader van de gedachte, dat weet ik ook niet. We gaan ervan uit dat het straks heerlijk droog is. Trouwens, dat is het volgens mij al. Een enkel druppeltje nog. Kom je er even bij? Peter Heuveling, jullie zitten de hele tijd met dat geluid. Hoe lang doe je daarover? Het opbouwen is denk ik 1,5 uur ongeveer, dus het valt mee. Maar we willen beginnen op tijd, zodat we goed op tijd klaar zijn. Nou, heb je ervaring dat het wel eens op het laatste moment misgaat?
Ja, nou, er gebeurt altijd aan het eind nog wel iets dat er net een snoertje uitgaat of een microfoon die omzakt. En dus er gebeurt altijd wel iets. Dus hoe eerder je begint, hoe prettiger het klaar staat allemaal. Ja. Jullie zijn de vaste geluidsmensen. Hoe heet jullie bedrijfje? Blue Dust heet het. Blue Dust Music. En we doen het denk ik nu al 10 jaar de Albanen. Echt al jaren. Ja. We hebben ooit eens met de voorzitter afgesproken tot de dood ons scheidt. Zo van, en dan komt het wel goed. Dus nog heel veel jaren. Jaren te doen. Ik hoop het nog jaren te doen. Ja. Nou ja, wij vinden jullie heel belangrijk. Succes! We doen het graag. Dankjewel. Succes ook vandaag. Oké. Okay. Nou ja, we gaan gewoon even gezellig sfeerbeelden bekijken. Hè? Het loopt hopelijk langzaam vol. Want ik zei het al, wij Nederlanders, wij Spakenburgers, wij laten ons daar niet door weerhouden door een beetje regen. Geniet ervan. Koning Willem-Alexander viert dit jaar zijn verjaardag met zijn familie in Amersfoort. Het belooft een feestelijke dag te worden voor en door inwoners van de regio Amersfoort. Langs de route die de Oranjes lopen, presenteren zich ook de regiogemeenten, waaronder dus onze gemeente, zoals ik al zei. Een team van 9 dorpsgenoten zal ons vertegenwoordigen. Het team is een gezonde mix van geslachten en samengesteld uit alle leeftijdsgroepen. Alex Koelewijn is de teamcaptain. Dan hebben we Esmee de Graaf, Jolanda Koops, Jaan de Graaf, Wimpje Blokhuis, Gijs de Graaf, Willem van Diermen, Henk Wim de Graaf en Liesbeth de Graaf. Ja, het is wel duidelijk dat wij een heleboel de graven in ons dorp hebben, hè? Want er zijn er 5 bij. En ze zeggen, wij zetten alle zeilen bij, want voor de winst gaan wij. En de regio, dat zijn 8 gemeenten. Dat zijn Amersfoort, Bunschoten, Baren, Soest, Eemnes, Leusden, Woudenberg, Nijkerk en Barneveld. En u kunt het ook volgen via hashtag team, team met een hoofdletter, wij met een hoofdletter, Spakenburg. En dat kunnen alle gemeenten, want zij hebben allemaal hun eigen naam daarachter en volgen zo hun eigen team. Succes team van Spakenburg! Tijdens de start van de obade in Eemdijk, dat is rond 9 uur geweest, werd het team uitgezwaaid. Voordat ze naar Amersfoort vertrekken, worden ze straks uitgezwaaid tijdens de start van de obade hier in Bunschoten. Het visserskoor, dat dit jaar 25 jaar bestaat, zingt vlak voor vertrek een lied. En het is geschreven door dirigent Cor Severijnse. Cor is een beetje zenuwachtig, dacht ik net. Hij is zijn pak aan het trekken. Hij heeft me beloofd dat hij straks nog even komt, voordat ze gaan zingen. Het lied wordt gezongen op de melodie van het Spakenburgs volkslied. En iedereen kan en mag meezingen. Dat kan dus, want dat kent u allemaal. Het klinkt zo. Nee, ik zal het niet zingen. Maak u niet ongerust. Nu de tijd gekomen is, zwaaien wij jullie uit. Zij doen mee aan de koningsquiz. Fiets er nu op uit. Doe de groeten aan ons dorp, aan het koningspaar. Lang leven het koningshuis Willem en Maxima. Een delegatie uit ons dorp fietst naar Amersfoort. Op bezoek bij het koningspaar voor het goede doel. Eén land in zijn volle kleur. Een dorp hier aan de dijk. Leven mooi Nederland met zijn koninkrijk. En werkelijk, ik hoopte het en het loopt al een beetje vol zo. Hoe gezellig. Oranje mutsjes, oranje rokjes zie ik, maar wel jasjes eroverheen. Want koud is het natuurlijk ook wel. En weer een nieuw korps, want de scholen zijn allemaal op verschillende tijden en vanaf verschillende plaatsen gestart. Kijk eens hoe mooi. He, ze zijn er helemaal klaar voor en ze hebben er zin in, de majorettes.
Hij kan. Arjan Bos, elk jaar zie ik jou weer staan. Hoe lang doe je dit al? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet zo, ja. Ik ben die tijd niet hier geweest op Koningsdag en Koninginnedag, omdat ik toen andere verplichtingen had. Dus ik denk dat ik dit hier nu zo'n jaar of 10 doe hier. En hoe vind je dat? Ja, ik vind dit echt een hele leuke dag. Ja. Een leuke, gezellige start van de dag. Ja. En met z'n allen bij elkaar. Maar toch wel bijzonder, want ik denk niet dat er nog veel plaatsen zijn waar een opbade is. Jawel hoor, er zijn nog wel opbades, ja. Maar ik denk dat het hier wel lekker goed gevuld is. Ja. Jawel, nou ja, dan zat je net al in de regen. Ja. Hoe is dat? Hebben ze allemaal regenjasjes aan? Ja, we hebben alleen een paar instrumenten kunnen niet tegen de regen. Dus ja, als het zo meteen ze zeggen op de buienraden dat het net na 10 losbarst, ja, dan kunnen zij niet meedoen. Dus dat is jammer voor ons. Maar ja, het is zo. Ik had nou juist gezegd, het wolkendek breekt, want we zien daar weer een beetje blauwe hemel. Ja, nu staan we goed en zitten we lekker dus. Het optimisme moet overheersen, het barst niet los, de zon komt. Vind ik ook, ben ik mee eens. Succes en mooi spelen weer. Dank u wel. Wat ik bij jou niet zie. Wat is er aan de hand, Gijs? Nou, die heb ik gisteren gekregen. Ik ben gisteren lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Dus ja, dat een hele verrassing. Hoe voelt dat? Ja, ik heb gisteren gewoon een topdag gehad. Echt hoor. Hartstikke leuk. Een dag met een gouden randje. Eén zeker. Nou, wel drie. Ja? Wist je ervan? Nee. Ik wist echt helemaal niks van. Ik moest alleen vrij nemen van mijn vrouw. Jij zei ze van, je bent een zaal toch al druk, dus neem even een keer vrij. Man, zeg, jij staat te doen. Maar ja, ik heb vrij genomen en ik ben verrast. Nou ja, de laatste keer als voorzitter van de Oranje Vereniging. Hoe is dat voor je? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb heel veel bijzondere dingen meegemaakt. We hebben de koning en de koningin ontmoet. Vorige week. Nou, nu met team Bunschot Spakenburg gaan we naar Amersfoort toe. Ja, ik open zo meteen het bal hier en dan moet de nieuwe voorzitter moet het dan overnemen. Ja, geeft het nu toch nog een beetje een gek gevoel? Want de vorige keer dat ik je sprak, toen zei je van ja, er is overal de tijd voor. Nou, het is mooi geweest. Ja? Ja. Nou. Ik kan er afscheid van nemen. Nou, en dan met je lintje netjes op. Ja. We wensen je nog heel veel mooie jaren. Ja. En ik heb je ook ergens horen zeggen, mijn kleur wordt een beetje dieper. Niet meer oranje, maar... De kleur wordt iets dieper. Ja, en vertel eens. Nou, dat ga ik niet vertellen. Nou, hij houdt van geheimen, hè, Lammert? Dat ga ik vast vertellen als het zover is. Ja, oké.
Nou ja. De kleur wordt iets donkerder. Dank voor alles wat je gedaan hebt. Lammert, nou ga jij het overnemen. Ja. Hoe vind je dat? Nou ja, het is wel weer een uitdaging natuurlijk. Want Gijs is toch meneer de Oranje Vereniging. En ja, die heeft ook een hoop ervaring, een hoop contacten. Maar ik heb hem met Gijs afgesproken. Hij blijft als een soort mentor op de achtergrond blijft hij ons begeleiden. Dus zo is Gijs ook alweer. Hè? Maar Lammert, jij loopt ook al heel veel jaren mee. Hoeveel? Ook al een jaar, 15, 16, 17. Ik zou het niet durven zeggen. En de laatste jaren als tweede voorzitter. Sinds een paar jaar ook als secretaris, omdat de secretaris was gestopt. Dus ik heb er even over moeten nadenken om voorzitter te worden. En gelukkig gaat Gijs een oplossing, want er is iemand die komt het secretariaat doen, dus daar valt weer een stukje werk weg. Ja, en we kunnen één ding doen, meer dan ons best kunnen we niet doen. Zou je vast gaan lukken, hè? Ik hoop het en ik denk het wel. We hebben, er gaan nog een paar bestuursleden treden af. We zijn bezig met wat andere bestuursleden. En misschien zijn er mensen die ons team willen komen versterken, want volgend jaar hebben we een druk programma. Even weer een jubileumjaar, dus we willen een hoop dingen organiseren, maar er moeten ook wel mensen voor zijn natuurlijk. Hè? Nou ja, je hebt je oproep netjes gedaan. Succes, Lammert. Dankjewel, gaat lukken. Ik ga nog even naar Gijs, want je bent ook lid van het regio-team. Ja. Je bent al uit Eepdijk komen fietsen. Ben je nat geworden? Nee, ik ben niet nat geworden, we zijn met de taxi gegaan. Nou ja, wat een fietstocht zeg. En nu? En nu, als je naar Amersfoort gaat? We hadden een plan B. We kijken nu even het weer aan en we hebben gezien dat het aardig opknapt. Dus als het droog is, gaan we op de fiets. Ik hoor heel verschillende geluiden, want Arjan Bos zei net, het barst straks los na 10 uur. Ja, maar goed, dan, we gaan even kijken en we hebben een plan B dus. We hoeven in principe niet door de regen heen. Maar we proberen wel op de fiets te gaan, dat is het leukst. Ja, dat is het leukst. En hoe zit dat met jullie team? Want jullie gaan alle zeilen bijzetten en voor de winst. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, weet je, we hebben gewoon een team. Of we wel of niet winnen, we laten aan de tegenpartij zien van we doen mee gewoon omdat het leuk is. Maar wij willen natuurlijk winnen, ja. Zo simpel is het. Dat zit in ons bloed. En we hebben gewoon een heel leuk team. We hebben met elkaar al een aantal keren bij elkaar geweest en we hebben daar zo ontzettend veel plezier al met elkaar. Dus dat wordt ons al niet meer afgenomen. Dat is hartstikke leuk. Nou ja, we wensen jullie een fantastische dag en de winst zal voor Spakenburg zijn, toch? Zeg gewoon ja. Wij zijn gewoon de beste. Ja. Bloemen vergaan, schepen vergaan, rozen welken, maar met munschotschap Spakenburg blijven staan. Zo simpel is het. Succes! We gaan zo verder. René, hou je die kabels even in de gaten. Oh. Daar sta je mooi in je prachtige pak. 25 jaar visserskoor. En al die 25 jaar ben jij de dirigent en degene die alles leidt. Hoe doe je dat? Ja, dat vraag ik me eigenlijk zelf ook wel eens af. Hè. Dan denk ik hoe ik het voor heb of het voor elkaar gekregen. Maar ik denk ten eerste, zoals het eruit ziet, dat is de gezelligheid nog steeds. Weet je, en dat met elkaar om kunnen gaan. Dat is, ik heb nooit bijna een verloop, dat gebeurt bijna nooit. Als ze willen overlijden, maar anders kan ik bijna wel zeggen, bijna nooit een verloop. Ik snap het ook best, we hebben er een keertje over gehad. Ze is er een wachtlijst op Visserskoor. Ik zit er al bijna nooit niemand af. En ik groei en ik zit oktober tegen de 60. Snap je? En ik ben begonnen eigenlijk. We zijn begonnen eigenlijk met 23 man in de afslag. Daar ben ik mee begonnen. Dus en toen dacht je, wat moet het worden? Nou, ik weet het best dat ze zeggen, nou, dat houden ze nog geen half jaar vol. Dan slaan ze de koppen in elkaar. Maar dat gebeurt dus nooit. Er is nooit een ruzie of zo. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Ik moet ze wel eens iets vermalen dat ze te laat zijn ergens. Dat ze aan een pilsje zitten. Maar voor de rest, nee, dan gaat het super. En ook zodoende heb ik een keer bedacht. Ik dacht, nou, weet je wat, van het jaar 25 jaar. Dan ga ik nu eens een keertje meedoen met de ophalen. En je kunt het zien, ze hebben er zin in. Dus wat wil je er meer? Dus ik vind het heel leuk dat ze mee willen doen. Nou,
leuk. Wij vinden het ook heel leuk. En dan klim je het trapje op en dan ga je de samenzang leiden. Nou, gaan we daar heerlijk even zingen. Ik weet niet of de burgemeester en met zijn gezelschap er al is. Ik heb ze nog niet gezien. Nou, namens ze zullen het wel zo zijn. En ondanks het slechte weer maken we er wat leuks van. Het is toch al heel supergezellig. Dat wou ik ook zeggen. En je nieuwe lied, kun je het even zingen? Ja, die gaan we straks even doen. Maar maar nu nog niet. En ik heb zelf de tekst geschreven, maar ik moet nog eventjes wachten, want het heeft wat uitzwaai te maken. Maar straks kom je maar even dichterbij staan, dan zul je het horen. Ik zal mijn best doen om het uit te zoeken. En we doen het op de wijs van het Spakenburgs Valslied. Dus kan iedereen meezingen? Iedereen die kan het meezingen. Iedereen mag ook echt mee gaan staan jubelen. Ja, dat is mijn bedoeling ook. Dus, ik zie nog mensen binnenkomen, dus ik hoop van harte dat er nog wat bij komt. Maar ik denk, Spakenburgers, wij zijn allemaal toch wel een beetje chauvinistisch. We moeten allemaal voor ons koningshuis moeten we klaarstaan, denk ik. Succes, Cor. Dankjewel, hè. Dankjewel. In Amersfoort zijn trouwens ook nog twee voetbalploegen vertegenwoordigd. Hè? De rode en de blauwe. Er staan 5 kinderen van elke ploeg van 0. Moet ik zeggen, dan onder de 8, zo heet het. In rode en blauwe tenues. En die zullen ook opvallen zo daar in Amersfoort. Nou, het programma van deze dag kan ik nog even snel zeggen. En ik stop ermee, want ze stoppen precies om 10 uur, maar het is nog geen 10 uur. Dus als u denkt van, wat stopt ze abrupt, dan komt dat omdat ze een strakke planning hebben vandaag. Het programma van deze dag is om 10 uur de Obade. En van 12 tot 5 uur kinderspelen en ook de kleedjesmarkt. Dan staan er ook marktkramen op de Sluisweg. En de fietstocht, ja, het is even de vraag of dat doorgaat natuurlijk. De start, als het een beetje weer is en er 35 mensen zijn, dan is de start van 14:15 tot 14:15 bij de Woelige Hoek. Er zal van 6 tot 11 muziek zijn op het Spuiplein en dat is coverband Shoot Up. Om 7 uur, en dat is ook traditie, het Oranje Concert met Utrechts Politie Mannenkoor. Piano Marian Feij, organist onze Bert Koelewijn. Het Hogeveens Koperensemble speelt mee. Trompet Leo Harmsen en Harmannes van der Leij. Trombone Gert van Veldhuizen en Martin Oosterwijk. Slagwerk Walraad van Dalen. En als het dan vanavond hopelijk een beetje mooi weer is, dan start om 9:30 vanaf de Venestraat de Lampionnenoptocht. Loopt door het hele dorp, waar alle mensen kunnen aansluiten natuurlijk, naar het kleine zeetje. Bij aankomst om 10:30 ongeveer begint daar meteen het vuurwerk. Het is nog een eind weg, maar wat zal het weer een leuke Koninginnedag worden. Pardon, kijk, daar ga ik de fout in. We weten het, het is de Koningsdag. Het is deze dag de 10e Koningsdag, voorheen dus Koninginnedag zoals ik al zei, na de aanslag in Apeldoorn. Karst T. reed in 2009 met een zwarte Suzuki Swift dwars door de menigte op de koninklijke familie af. Hij botste vervolgens tegen de naald en kwam daarbij zelf ook om het leven. 7 anderen overleden ook. Hoe wordt de koninklijke familie 10 jaar na de aanslag op Koningsdag beveiligd? Mannen in donkere pakken met een mysterieuze zwarte koffer in de hand. Ze spieden rond en wijken niet van de zijde van de leden van de koninklijke familie. Ook vandaag zullen ze weer te zien zijn als koning Willem-Alexander Amersfoort aandoet om Koningsdag te vieren. In de zwarte koffer zitten geen wapens.
Het zijn opvouwbare kogelwerende schermen die uitgerold kunnen worden als zich een incident voordoet. De beveiliging van het Koningshuis tijdens Koningsdag is flink aangescherpt na die aanslag. Er is duidelijk een tijd voor en een tijd na Apeldoorn. Voor Apeldoorn was Koninginnedag veel toegankelijker. Het was echt een feest en veiligheidsmaatregelen moesten zo min mogelijk zichtbaar zijn. De koninklijke familie moest zeer benaderbaar en toegankelijk zijn, want dat was de reden waarvoor de dag georganiseerd was. Maar na Apeldoorn veranderde dat. De veiligheidsdiensten zijn echt wel een paar volle weken bezig om die dag op een goede manier voor te bereiden. De veiligheid van de koninklijke familie moet tot in de puntjes geregeld zijn. Maar het open karakter van Koningsdag, wat het toch nog steeds is, maakt het moeilijk om dat te realiseren. Dat betekent dat je heel veel uit het zicht van het publiek moet laten gebeuren om de toegankelijkheid te behouden. Maar aan de andere kant moet je ook die maximale veiligheid bieden. Stel dat iemand kwaad in de zin heeft, dan moet die persoon meerdere ringen door voor hij bij de binnenste cirkel komt. Zo is het beveiligd. Het is als beveilige zaak dat je een potentiële dader zo vroeg mogelijk signaleert, zodat de persoon die je beveiligt de maximale tijd heeft om een veilig heenkomen te zoeken. Nou, als we één ding hopen, dan is het dat dat niet gebeurt. Ik denk wel dat er iets minder mensen zijn, maar het is toch al heel lekker gevuld hier. En misschien kijkt u thuis, nou, u bent van harte welkom bij deze live uitzending van De Los. We hebben het college van BMW nog niet gezien met hun dames. Ik denk dat ze even koffie... Ja, ik zie ze aankomen in de verte vanuit het gemeentehuis. Ik neem aan dat ze even koffie gedronken hebben met een heerlijke oranje tompoes erbij. En dat ze nu gaan staan op het podium. Zodat precies om 10:00, nou we hebben nog 1 of 2 minuten, dan kan alles beginnen. We zijn er allemaal klaar voor. Nog even snel.
Esmee, je stond al klaar, mooie foto gemaakt. Ja. Hoeveel zin heb je erin? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ja, iedereen is echt heel enthousiast. Iedereen is ook wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Ja. Maar het is echt superleuk. Een hele eer. Nou, ik hoorde een beetje een plan B. Als het gaat gieten, wat ga je dan doen? En dan rijdt de taxi achter ons aan en dan stappen we lekker de taxi in. Hoe heb je je voorbereid? We zijn 2 keer bij elkaar gekomen. Iedereen heeft zijn eigen regio een beetje onderzocht. En zo hopen we te gaan winnen. Succes, hè? Ja, dankjewel. Spakenburg. Allemaal hartelijk welkom hier op de baden 2019. Een kilometer of 15 hier vandaan weten jullie, dan gaat de Koningsdag komen. We zijn hier aanwezig met het college van, BMW, hartelijk welkom. Excelsior, welkom. Andere muziekkorpsen die hier binnen zijn, er is eentje uit Leimuiden helemaal vandaan gekomen, ook welkom hier al. En Jonathan, welkom. We hebben hier naast ons voor het eerst, misschien niet voor het laatst, het Visserskoor. Die hebben speciaal een lied voor ons gemaakt, dus geef ze een applaus. En als laatste wil ik u aanbieden het team Bunschoten Spakenburg, die straks fietst naar Amersfoort en die gaan daar ons dorp vertegenwoordigen. Om 12:00 tot 12:30, in die periode moet je even voor tv zitten en dan kun je ons zien. Ik wens jullie allemaal een hele mooie en zonnige, kijk, hij komt door, een zonnige Koningsdag 2019. Ik geef het woord aan de burgemeester. Goedemorgen allemaal. Het is een bijzondere Koningsdag. Dat zei onze voorzitter van de Oranje Vereniging ook zojuist. En dat onderstreep ik alleen nog maar. En dat is niet alleen omdat het team er staat, maar hebt u onze voorzitter alles goed bekeken? Die staat daar, Gijs de Graaf op de hoek. Ze moeten zo zeggen, hij heet Gijs Bert de Graaf. Die staat daar op de hoek en hij is gisteren geridderd. Van harte gefeliciteerd. En dat je nu afscheid neemt als voorzitter van de Oranje Vereniging vandaag, komende week. Dat zal je lang heugen. In ons team ben je ook vertegenwoordigd. Samen met de voorzitter van onze Oranje Vereniging, Eemdijk. We hebben Willem en Wimpie in onze Spakenburgse klederdracht. En we hebben een sprankelend team van mensen die zich ontzettend gaan inzetten om daar natuurlijk die hoofdprijs in Amersfoort te winnen. Maar onze teamcaptain Alex, die is daar al, Alex Koelewijn. En die heeft gezegd, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar ze zullen in ieder geval horen dat wij daar zijn geweest. Nou, een hele mooie Koningsdag gaat dat vast worden. Zeker omdat wij hier allemaal alweer klaarstaan. Als je dan naar de weersberichten kijkt, dan denk je van wat zal er van komen op zo'n dag. Maar u bent gekomen, fantastisch, dat we dan toch weer zo'n mooie aubade hebben om met elkaar feestelijk te beginnen aan onze viering van Koningsdag. En we laten het ook altijd even aan onze koning weten en koningin. En dat hebben we gisteren ook weer gedaan. En daar hebben we aangegeven, majesteit, ter gelegenheid van Koningsdag 2019 geeft het gemeentebestuur van Bunschoten blijk van haar trouw aan u en uw huis. Onze hartelijke felicitaties met uw 52e verjaardag. Namens de inwoners van de gemeente Bunschoten, die met groot genoegen uitzien naar het bezoek van u en haar majesteit de koningin aan onze regio Amersfoort, wensen wij u en uw familieleden gezondheid, kracht en God zegen toe. En dan krijgen we van de koning ook altijd een antwoord. Dus het antwoord van vorig jaar heb ik vast meegenomen. Want dat stuurde namelijk het antwoord als volgt. Geachte heer van de groep, Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht u van harte te danken voor uw gelukwensen ter gelegenheid van Koningsdag en zijn verjaardag. Hij heeft dit gebaar zeer op prijs gesteld en wenst u en de inwoners van Bunschoten alle goeds. Nou, dat wilde ik graag ook even aan u overbrengen namens onze koning en onze koningin. En ik wil u allemaal
een hele fantastische, mooie Koningsdag toewensen. We gaan straks zingen. En als we dan zingen, hoeft het niet zo hard als altijd. Omdat die koning en die koningin veel te ver weg zijn. Maar waar wonen ze ook alweer? Kinderen, weten jullie waar de koning en de koningin wonen? In het paleis? In? Waar is dat? In Amersfoort. Ja, hebben we ook al gehad. Eemdijk, Amersfoort, Bunschoten, Spakenburg. Nee, het is in Den Haag. Dat is een heel eind weg. Maar ze zijn heel vlakbij op de A1. Dus als wij straks met enthousiasme zingen, horen ze ons. En onze fietsers, die gaan zo en vandoor. Die gaan namelijk weg op de fiets. En dan zijn alleen in Dijk geweest. En ze gaan naar Zevenhuizen. En dan komen ze aan in Amersfoort. Mensen, heel veel succes toegewenst. En we zingen jullie uit. En dat is het eerste met Corsé van Rijnse Excelsior. En het fietslied. Doet u allemaal mee? Het staat in uw Oranjekrant. Je kunt zo overbrengen. Het fietslied. Nou ja, ik weet zeker dat het, jullie kunnen het allemaal, want de wijs... De wijze is gewoon van de Spakenburgs volkslied. Dus dat kunnen we wel, hè? Dus nu de tijd gekomen is. En dan bij het laatste liedje, dan gaan ze van het podium af. En dan zwaaien we ze allemaal. Op de grote, we zwaaien ze allemaal lekker uit. En natuurlijk, we gaan zingen met de kinderen. Maar opa's, oma's, vaders en moeders, neven, nichten, vriend, alles doe mee. Oké? Juist. Nou, ik vraag aan meneer Bos of hij beginnen wil. Nu de tijd gekomen is, zwaaien wij je uit. Meisjes, zwaai ze even uit, want ze gaan er vandoor. Doei! Nou, we hopen dat het droog blijft. En zodoende kunnen ze wel naar ze kunnen snel fietsen. En vooral over Zevenhuizen heen, dan staan ze allemaal klaar met een paraplu, als het moet. Maar ik weet zeker dat het gaat. Wij gaan in ieder geval verder met ons programma, want we zijn hier niet voor niets gekomen. He? En ik weet dat we het gaan doen en we zingen natuurlijk met z'n allen, ook de ouders erbij. En natuurlijk hiernaast de boys van de Twisterscore. Gelukkig is het land. Dat is het eerste. Het staat bij jullie wel nummer 3, denk ik, op je plaatje. Maar ik vind het niet zo passen, dus we doen eerst met z'n allen... Gelukkig is het land. Gelukkig is het land, wat God erin bestemt.
zal je ook onbekend te sprake burgers, hè? Nog of in de zon. Nou, dat hoor je natuurlijk. Jongens en meisjes van opa en oma en van vader en moeder, die kunnen dat allemaal, hè? Goed, hè? Maar nou zijn jullie aan de beurt. Want wat een leuk lied is dat van de scholen natuurlijk af. En we gaan zingen met vlaggen, wimpels en ballonnen. He? En dat kunnen we, hè? Goed, maar nu heb ik een vraagje aan jullie. Er zijn mannen bij mij in het vissenkoor die weten niet precies hoe het moet. En zouden jullie dan even naar ze toe willen rennen en erbij staan en dan kunnen jullie ze helpen? Ja? Nou, ga even naar het vissenkoor toe en ga er even bij staan. En dan kun je ze helpen met zingen. Want ze weten niet de maat. Ga er even naartoe. En ga er maar even bij staan. Kom maar, want nu heb je de kans. En dan kunnen de jongens even met jullie meezingen, ja? En om even te helpen. Je moet ze even helpen, want jullie kennen dat van school af natuurlijk. En die mannen niet. En je mag er zo tussen gaan staan. Ga maar tussen de opa's in staan. Want tenslotte zijn het bijna allemaal opa's. Op een enkele na. Dat... Ja, oké? Okay? Ga er maar lekker tussen staan. Want dat maakten we. En help de mannen maar. Heren, pak even de kinderen bij de armen en ook de tweede rij. Dat mag rustig erbij staan. En, zodat ze er heerlijk mee kunnen zingen. Ja, en dat geldt voor jullie net zo natuurlijk, hè? Ga dicht bij elkaar staan, zodat we elkaar op het blaadje kunnen kijken. En dan zingen we met z'n allen vlaggen, wimpels en lampionnen. Vlaggen, wimpels, voor jezelf, super! En kunnen jullie het horen dat ze meezingen met dat vissenkoor? Ja? Ja, is het super? Nou, geweldig toch? Ben ik even blij dat jullie even willen helpen. Tjongejonge, wat heb ik helemaal in de punerie gezeten. En nu gaan jullie mooi het vissenkoor helpen. Dat is geweldig, man. Nou, dat andere lied kunnen we allemaal. Dat moet kunnen, denk ik, want het leren valt in de wieg. Want dat is aan het mooie IJsselmeer. Veilig. Ja, veilig aan de dijk. Dat moet kunnen, hè? Dat kunnen we bijna halen zonder ons papier, denk ik. Maar, meneer Bos, wat denk je? Zullen we het gaan spelen? Daar gaan we. Ik ben een maatje, spaar mijn buur, in haar eeuw.
Super was dat. Hè? Als ik een cijfer moest geven, gaf ik hier echt bijna een 9 voor. Maar nu komt het. Hou eens op met al dat werken. Ja? Je mag wel even blijven staan trouwens, hoor, die jongens en meisjes bij het koor als je wil, hoor. Want dat is heel leuk. Dat weet ik zeker, dat vinden ze super. Dus je mag even blijven staan. Echt waar. Hou eens op met al dat werken. En laat iedereen dat merken. Nou, dat is ook vandaag natuurlijk, hè. Het is eigenlijk wel zaterdag, maar toch is het een feestavond. Want je ziet dat onze muzikanten, ze zitten hier allemaal. Trouwens, dat hebben we nog niet eens gedaan. Geef eens even een applausje voor Excelsior. Dat zou niet gek zijn. Want ze zijn er maar weer. Onze eigen muziekkorps. Geweldig. Hou eens op met al het werken en laat iedereen het merken. Nou jongens, zet hem op, hè. Want laat eens horen. Nou, ik weet zeker, in Amersfoort kun je niet zo zeggen, hoor. Dat bestaat niet. Onvoorstelbaar is dat. Goed, dan krijgen we een ander lied. Ik denk dat we dat nooit gezongen hebben. En het is Leven in een Land van Vrede. Dat is een heel mooi lied. En ik doe het goed, hè. Of doe ik het verkeerd? Nee, dat is goed, hè, Bert. Ja, maar. Nou, ik zeg steeds armoede, daarom kom ik niet. Dat is zeker een directeur van jou, of niet? Nou, we gaan eens even luisteren. De melodie heel simpel en dan gaan we er met z'n allen mee doen. Hier komt hij: Leven in een land van vrede.
Nee, hè, of niet? De Wijs kenden we, dus mooi lied was dat. Nou, leven de koning, dat hebben we al gedaan, dat doen we nog een keer. En nu hoor je 's morgens de trompet. Een schitterend lied en ik weet niet of de jongens kunnen, maar de kleintjes ervoor, die helpen ze mee. Want daar gaan we. Hier staan? Moet hier staan. Dat is goed hoor. Hodius. Applausje voor jezelf, hè, noemen ze dat. Nou. En wat willen we nu? Schitterend gezongen allemaal, natuurlijk. En ik zit muziekkorps en ook al klaar staan alles. Want wat hebben we nu? Ik ga het eerst het woord geven aan onze Lammert. Nou, ik weet de functie nog niet, maar dit is, ben je voorlopig interim voorzitter? Nog wel, ja. Nog wel. Op de nieuwe al. Bijna nieuwe voorzitter. Ja, beste mensen, jongens en meisjes. We zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze obade. Namens het bestuur allemaal hartelijk welkom voor en bedankt voor uw aanwezigheid en samenzijn. Alle korpsen die meegelopen hebben, bedankt. Excelsior, uiteraard bedankt voor hun begeleiding tijdens deze obade. En het Twisterscore, top dat jullie er ook waren, jongens, bedankt. Ik zou haast zeggen tot volgend jaar. Ik wil ook graag het college van burgemeester en wethouders bedanken voor hun medewerking en gastvrijheid. Alle vrijwilligers van de lokale omroep, van de gemeente werken die 's morgens al de hekken klaarzetten. Mag ook wel eens een applausje mogen gegeven worden. Wij als bestuur nodigen jullie graag uit bij alle activiteiten die vandaag gepland staan. Dat hebben jullie allemaal kunnen lezen in die mooie oranje krant van de week. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Laat je niet tegenhouden door het weer. Bedankt en tot volgend jaar. Kom. Nou, wat geweldig. Mooie woorden. We gaan zingen met z'n allen. Het wil helpen. Ja? En natuurlijk dan ook graag iedereen. Hè? En ook die spieken erachterin, want denk erom, ik zie alles. Nog steeds. Ik ben het gewend. Dus van allemaal zingen we met ons allen uit ons volle borst.
ons volkslied. En dat geluk van het weer, dat hebben allen te danken ook aan jullie, omdat jullie er waren. Tot ziens. Bye bye. Mooie, mooie Hollandse namen. Jullie hebben voor het eerst meegezongen. Hoe was dat? Ja, dat is eigenlijk jammer dat het niet eerder gebeurd is. Want ik vind, we hadden niet op gerekend dat de zon opkomt zou wezen vandaag. En het is ons jubileumjaar van het jaar. We worden 25 jaar bestaan. Gefeliciteerd. En het was topje. Het was vanmorgen heel druk op Eemdijk. En nu hier, ja. Ik vind dat de Koninginnedag in Nederland veel meer gevierd moet worden. Want overal wordt het ter ziele gegaan. En hier vind ik het gewoon top. Wij zijn enthousiaste mensen, ja. Toch? Klaas? Hoe was het om hier tegenover al die mensen te staan? Oh, prima. Ik had er eerst een beetje problemen mee. Ik denk, wat moet dat nou worden? En mijn kleinzoon die was alleen. Ik zei, nou, die neem ik mee. En die vond het prachtig. No. Die zei, pa, opa zei, ik vond het echt spannend. Nou, nou. Dus, zo leuk, ja. Wat gaan jullie vandaag doen? Ja, er is overal wat te doen op Eemdijk natuurlijk. Ik ben Eemdijker en bij ons is de hele dag volle feest. Ja. En van de week was op de televisie dat de koninginnedagen overal... Koningsdagen. Overal ter ziele gaat, omdat er geen jeugd meer is die het wil organiseren. En dan denk ik dat we toch heel trots mogen zijn op ons dorp hier in Spakenburg en Eemdijk. Dat er nog zoveel georganiseerd wordt vandaag. Dus, dat zijn we ook trots, hè? Ja. En hier, wat ga jij doen? Echte Spakenburger, dus ik blijf in Spakenburg. Helemaal goed. En straks even kijken naar ons regio-team, hè? Precies. Fijne dag, heren. Dankjewel.
baan en dan gaat het. Bent u burgemeester op nummer 1 of vader en opa op nummer 1? Ja, dat is echt een hele lastige vraag. Ja, nou ja, weet je wat is? Laat ik zeggen, dat zal iedereen wel voelen. Hè? Je eigen goed en bloed. Dat is zoiets dichtbij. Dat staat je bij. En op die manier kan ik burgemeester zijn. Ja. Dus ik neem het altijd allemaal mee. Maar het is vaak zo dat je familie wel eens denkt, nou, hij is maar weer de burgemeester in plaats van opa vandaag. Ja? Ja, maar dit is altijd uw momentje. Dit is het momentje, even met elkaar. En ontzettend dankbaar met deze 11. De 12e is onderweg. Dus ja, we zijn gewoon ontzettend gezegend. Even naar Koningsdag. De paraplu's konden dicht blijven. Ja, we hebben ze in Eemdijk dan wel gebruikt. Ja? Daar was het even een buitje met Oudbaden. Maar ook daar, de mensen trokken zich er niks van aan. Ons fietsteam was daar ook al naartoe gegaan. Dus ja, terug met de taxi, hè? Ja, nee, maar we hadden een hulpstuk, ook qua tijd. Zij moeten op een bepaald moment in Amersfoort zijn, anders komen ze daar ook niet meer goed in. Dus dat is allemaal op haren en snaren. En ze wilden ook nog wel over Zevenhuizen fietsen, om dat deel van onze gemeente niet te vergeten. En dat is wel een klein beetje om. Ja, natuurlijk, ja. Hoe kijkt u nou naar dat gebeuren in Amersfoort? Ja, kijk, het is een ongelooflijk evenement. Dat is niet, ik denk dat er geen evenement in Nederland is als je waar zoveel veiligheid en beveiliging bij komt kijken. Helaas, maar we weten van 10 jaar geleden in Apeldoorn, het kan niet anders meer. Dus dat moet op deze manier. Maar dat is de kant met de organisatie, dat is de veiligheid. Aan de andere kant zie je overal enthousiasme. En dan kom ik in die gemeentes hier, maar ook in Baren en Soest, over in Westen, Woudenberg. En allemaal hadden ze teams. Gistermiddag hadden ze een generale repetitie. Er zit zoveel plezier in en gevoel van wij horen bij elkaar en dat laten we morgen ook zien. Dus ja, ik hoop straks dat dat programma natuurlijk echt een stukje reclame is voor Amersfoort en omgeving. Dat wij daar ook goed in uit mogen komen. En zelfs onze botter ligt daar. Ja, onze botter ligt daar. Daar kunnen ze niet omheen. En ons team is er. En er is ook nog een delegatie van IJsselmeervos en van Spakenburg aanwezig. Dus ja, ik denk dat we ons daar wel op een leuke manier kunnen presenteren. En ik vind het gewoon heel mooi dat de koning, koningin en de koninklijke familie zo dicht bij de mensen staat. En tussen de mensen doorloopt. Iedereen groet, spreekt. We hebben het zelf 1,5 jaar geleden ervaren met een streekbezoek hier in Spakenburg. In Eemdijk. Ja, dat is zoveel warmte. En ik gun het ook aan mensen daar. Ook is vandaag de temperatuur een beetje minder. Dat de warmte van het oranje gevoel, het bij elkaar zijn, saamhorigheid in Nederland. We missen het soms. Dan zijn we naar op zoek zijn. Waar zijn we nou voor samenleving en verdeeldheid en verkiezingen en dit. Maar dan krijg je met z'n allen achter oranje, onder oranje en het Nederland gevoel. Vandaar hebben we ons Nederland voor, onze democratie, ons koninkrijk. Nou, heeft u mooi gezegd. Ik denk dat het mooie einde is. Nog één vraagje. Waar bent u vandaag, Amersfoort, Bunschoten? Nee, ik ben de hele dag hier. Ja. Nee hoor, de hele dag hier. Ik hou contact met onze mensen daar. Dus, maar ik ben hier. Burgemeester is op Koningsdag in je dorp, in je plaats zijn. Je laten zien onder de mensen. En doe ik met alle plezier weer vandaag. Burgemeester, wij wensen u en uw prachtfamilie een heel mooie dag vandaag. Dank je wel. Ja. Ja, en het plein wordt leeg. U ziet het achter mij. Hè? Alle mensen gaan weer gezellige dingen doen. Ik denk eerst eens een heerlijke tompoes of zo'n oranje bol. Die gaan wij in het gemeentehuis eten. Maar blijft u kijken, want nu
Zometeen hier achteraan komt de Obade van Eemdijk en de gezelligheid daar. Nog een heel fijne dag met elkaar. Hier, kijk dan. Hier, burgemeester. Voor 2 euro. Nou kun je wat dichtbij zijn. 2 euro mag ik.